Lieve Vader in de hemel, ik verlang van jou weg. Nu heb ik je weer nodig. Ik zie hem. Ver voor de zinnige wolk. Trek horizon. Blij langer ook daar. Wordt donkerder. Ik zie tranen. Baie tranen. Gaan ik ooit dat dier kom? Wat heb ik gemaakt? Alsjeblieft, zeg mij, wat heb ik gemaakt? Dat is al wat ik zie. Zwart. Is hij dood? Ik ken mij niet, maar ik wil jou waarschuwen. Jouw man heeft een verhouding aan die gang met een oude vriendin, Karen Hatting. Wie praat? Aniel, met liefde van Karen. Ik is klaar met die huwelijk. Marina, luister, daar is iets aan die gang. Hoe ja, daar is iets aan die gang. Ik zal voor jou $1 miljoen in een rekening in Zwitserland inbetaal. Net morgen. Een ruil voor? Gunstige verslag. Al wat ik van jou wil hê, is dat wat jij in daar die verklaring sê, die waarheid is. Wie het mijn woord, meneer? Dank je, Neil. Dat is al wat ik wil gewet het. Ik is lief voor jou. Wat je ook al mag dink. En ik was nooit één oomlik ontrouw aan jou, nie in daad nie, en ook nie in woord nie. Jy moet my glo. Het hy sy nachte by jou deurgebring? Ik heb nog nooit in die slaapkamer gepraat, nie. Hette, ik moet weet, Karen. Ja. Ik is klaar met jou. Jij is niet meer mijn pa, nie. Jij is niks van mij, nie. Loop alsjeblieft uit mijn leven. Ik moet nooit, nooit weer terugkomen, nie. Hette. Van my sien. Grinling het jou die agtergrond gegee, hè? Plaatje? Jy is amateur, mens gebruik nie tussengangers in hierdie besigheid. Elkeen is 'n potensiële staatsgetuie. Nou, Grinling sal nie praat nie. Hy het my gesien. Dit maak my kwesbaar.
Kom ons praat oor die verslag. McDonald was bezig om dit te finaliseer toe hy dood is. Dit is bedoel vir die staatspresident. Het handel oor my beïnvloeding van sekere mense in hoë posisies. Was net een kopie en die is weg. Die politie soek daarna en ek vermoed militaire inligting ook. Ik wil die verslag hê. Alternatiefelik wil ik onteenseglike bewys hê dat die verslag vernietig is. Dis vir jou baie werd. Grinling het met jou geld gepraat. Was daar 'n storie na McDonald se dood? Ja. Ek wil 20.000 vooruit hê. Dis 50 gebruikte note. Tel het as jy wil. Ek sal. Hy is blootgestel en ek is blootgestel. Maar die risiko is myne en is hoog en dis ook my prys hoog. Planning is belangrik. Het jou records nagegaan, ek is tevrede. Dit wat jy weet is wat ek wil hê jy moet weet. Hoe lang sal dit vat? Is een vat, zolang is wat het vat. Waar ga je begin? Hoe minder je weet, hoe beter. Hoe belangrijk is die verslag? Dit incrimineer mij. Moord? Hoe ver moet ik gaan? Zo ver zoals je moet. Kan die prijs affecteer? Ja. Vertrouw je even Grinling? Ja, natuurlijk. Hoe kom? Hij heeft net een foto van ons samen geneem. Je zal niet weer van mij woord voordat ik je verslag in mijn hand heb. Wat nou van Grinling? Maak klaar, dampie, ik hoor aan het zak. Jij die berucht komt skryf. Was jouw backchat, ik in elk geval al jouw berucht te oorskryf. Je spel helemaal met één A, niet met twee nie. Heer Gerber. Meneer, de story oor in Jackson voorverhoor. Ja, maak het kort. 50 woorden, bladzij 7. En een foto van Jackson. Gerber, ik is klaar. Skoolkind kan een beter opstel skryf. Meneer Goosen soek jy in sy kantoor. Sê meneer Goosen as hy hulle die koerant vandag nog sak om in sy hoofartikel klaar kry. Bladsy 10 is al klaar en ons wag nog net vir hom. Ek kan nie dit vir die redakteur sê nie. Nou moenie my tyd mors nie. Harry, ek soek al heel dag na jou. Waar is jy? Maar se mal aan Tilly, man. Is die dresser story nou dood? Adam, hy is so koud, jy kan hom in jou whisky gooi. Niks. En McDonald's verslag is weg. En hy is ook nie meer met ons om ons daarvan te vertel nie. Gaan nou nie vir Dresler vervolg nie. Ek is nie die politieke korrespondent. Vervolgens is misdaad, maar zover ik kon vaststellen, is dan eerst een leren die PG nie. Manslag, moord, vrouw verklank is sy beet. Hy gaan nie vir Dresler los nie. Hy gaan nie hiermee wegkom net omdat hy Dresler van staal is nie. Wel, dis jou bezigheid is waar, maar kom ek vertel nou vir jou die story van Dresler. Hy is slechte nies. Hy het vir McDonald laat doodmaak, so seker soos wat baby's blauw is. En as hy dit een keer gedoen het, dan gaan hy dit weer doen. Okay, maar as jy weer met die SP praat, vraag van wat aan die gang is. Okay, maak sy. Meneer, soek na my. Ja. Wat gaat met Marina McDonald dan? Sy is nou al 2 maanden in die hospitaal. As hulle plan moet maak met vrouwenblad, hy gaat by die dag achteruit. Dit is nie een hospitaal nie, meneer. Dit is een kliniek vir geestesversteurdes. Ja, whatever. Die sielkundige gesê het gaan nog een tykie vat. Wel, die vrouwenblad kan nie wacht nie. Ons laat hulle plan moet maak. Dank u af, adverteer ons haar pos. Nee, man, dis te drastisch.
Maar ze het eindelijk niet recht gekom nie, en ons gaan ander keer sê nie. Nou moet ons intussen een andere vrouw redactrice aanstel. Als Marina terugkom moet sy maar algemene redactie toe, dis die beste wat ons vaak kan doen. Sy het genoeg tijd gehad om oor haar man sy dood te kom. En sy treer op ander mense tijd nie, en sy is bezig om op die krant sy tijd te treer, en op die onkoste. Ek praat eers met haar, hoor wat sy sê. Goed, maar gaan laat wat maandag toe tijd gee. Als sy dan nie terug is op haar posie, dan sit maar tot daarna toe. Jy is een hardvochtige vent. Sy is deur diep water. Misschien het sy net een bietjie tijd nodig. Ja, nee, ek gaan vir haar tijd gee. Maanden en maanden is het tijd om te sit niks doen nie en te treur. Jy is jou afartikel. Dankie, meneer. Hallo, meneer Gerber. Hallo, dokter. Heb je al van mevrouw McDonald gezien? Nee, ik heb zomaar direct hier naartoe gekomen. Dokter, ik ga rechtuit praten. Die courant kan niet bekostigen om mevrouw McDonald nog langer in dienst te houden. Ik is hier om haar te zeggen dat ze moeilijkheid zijn post gaan verloren. Nou, dit kan voor haar een geweldige slag wees. Ze is reeds negatief. En als jullie haar nou af, dan kan het niet regressief op haar inwerken. Wat jullie juist nou zo'n drastische stap oorweeg? Wel, zij is al langer dan 2 maanden van die werk af weg en ze heeft net 1 maand zijn ziekverlof tot haar krediet. Wat is jullie prognose van mevrouw McDonald's toestand? Oh, dat is baie moeilijk om te zeggen. Toen zij hier bij ons aangekomen het, dat toestand gewissel van apathisch onttrekken tot acute depressie. Zelfs geagiteerde depressie. Al wat ik wil weten is of ze ooit weer gaan rechtkomen, gaan ze weer een breekbare journalist wees. Maar vanuit de humanitaire oogpunt gezien. Die plaat is niet een welzijnsorganisatie, die dokter. Nou, onder hierdie omstandigheden is het dan misschien beter dat ik zelf die nieuws aan haar oordraag. Nee, dank je. Ik zal het doen. Ik kan niet namens die courant praten. Dan wil ik je toch vragen om het zo takvol en sympathiek als mogelijk te doen. Tuurlijk, ja. Wacht een beetje, meneer Gerber. Ik denk, je moet die volle ernst van die zaak verstaan. In gevallen zoals hier, waar die door die gevolgen van een ongeluk, heeft die vrouw geen kans om tot ziens te zien. Er is geen voorbereidingstijd op die praktische realiteiten van die dood. Nie. Die volle impact van gebeuren wordt dikwijls eerst heel wat later gevoeld. Moet even mijn lezingen geven over die zielkunde van die dood, die dokter. Ik heb de job om te doen. Ik vertel jullie dingen, meneer Gerber, om jou te proberen beïnvloed om niet het drastische ding te doen. Nie. Mevrouw McDonald het na die dood van haar man kalm voortgegaan met die praktische realiteiten. Ze heeft die begrafenis gereel, eten voorbereid voor vrienden. Ze heeft niet traan gestort. Ze heeft weer gaan werk, aangegaan met haar normale dagtaak. En toen skielik, toe stort sy in, 2 weken later. Dit was posttraumatische skok. Ik ken die geschiedenis, dokter. Mevrouw McDonald het misplaaste skuldgevoelens. Sy glo bijvoorbeeld dat die hier haar straf, omdat sy haar pa weggejaagd het van die huis af. En wat sy in hierdie stadium nodig het, is begrip. Nie een nieuwe trauma van werkloosheid en verwerping nie. Ek verstaan volkomen, dokter. Ek wonder nou oor, meneer Gerber. Ek wonder. Hallo, McDonald. Oh, hallo, Gerber. Ik ben net gekomen om voor je te zeggen, je is afgedank. Oh. Ja, Goosen gaan jouw post maandag adverteren. Is goed zo. Luister, hoe lang ga je nog hier zitten, Moop? Je weet, het is al 2 maanden. Ik ben als damn sad van jouw man, maar die leven moet aangaan, wie? Ja, ik weet, Gerber. En ik is verschrikkelijk dankbaar voor je moeite. En het feit dat je persoonlijk gekomen bent om je slechte nieuws aan mijn oor te dragen, maar mijn problemen is mijn problemen en het niks met jou te maken, oké? Okay? Zeg mij, hoe krijg je die tijd om in hierdie gestig? Of gebruik je die hibernatieperiode om te mediteren over je nieuwe schitterende meesterstuk? Man, ek is nie lus om na jou onsmakelijke geselskap te luister nie. As jy moet weet, ek is baie gelukkig hier. Lees jy hom so af en toe die koerant? Soos jy sê, ek het tyd. So ja, ek lees die koerant van voor tot agter elke dag. Nou ja, dan jy seker opgeleid dat daar ander mense is wat ook baie teespoed het. Ek meen as minstens elke 2de dag 'n gesinsmoord, so af en toe 'n selfmoord, padongelukke, verkrachtings. Elk is verbaasd, die plek is zo leeg. Of misschien is het net dat andere mensen hun toestand beter kan verwerken. Alsjeblieft.
Die leven gaan aan, Poppy, met of zonder jou. So wat wil jij moet ik doen? We gaan drink, gebruik drugs, doen enig iets, dit bewijs je leven nog. Je kan zelfs dig als je desperaat raakt. Maar zelfs hier het mensen die sympathie met mensen wat die van zelf wil helpen. Je gaat me niet kwaad krijgen. Nie. Nee, ik weet het. Lijken wordt niet kwaad. Nie. Ik ben juist niet geplaagd over jou man wat dood is, nie, want waar hij ook al is, is ouders voor hem. Jij is geplaagd met jouw eigen onverkwikkelijke noodlot. Ik ga nu lopen. Als ik affeteer, hou ik binnen. Kom eens gaan drinken eerst thee. Ik wil wegkomen van hier in hier drukkende plek af. Ga drink jij maar thee. Alleen, zoals je daarvan hou. Is je kwaad voor mij? Hoe ken je mij, Poppy? Was ik al ooit kwaad voor je? Zullen jullie mij bedanken schriftelijk? He? Nee, wat is niet nodig. Nee, ons ontslaan je zomaar net. Jij kan nijverheidshof toe gaan als je niet daarvan hou. Nie? Als je die geld bij elkaar kan schrapen, maak twijfel daarover. Zoals dit in geval is, hoe kom ik jou genaamd die moeite gedoen om persoonlijk hier naartoe te komen? Je kan mij propos laten weten. Het is maar net mijn gewone, ordentelijke bedachtzaam. O ja, daar het hele paar poststukke voor jou aangekomen bij die kantoor. En een string telefoonboodschappen. Vooral een was baie knaant, mevrouw Gonsalves van Hofmansdal. Wat was zij gehad het? Nee, ik weet niet. Bel haar maar. Wie is zij? Ze maar een waarzegster. Een waarzegster. Ja, het is verbazend hoe jullie geslag altijd naar waarzegster toe hardloop als dingen van jullie verkeerd lopen. Maar bel haar, zij is al weken achter jou aan. Wie weet, misschien het zij voor jou een verrukkelijke romance in die vooruitzicht. Ik was jij. Para, baba. Huis toe. Weet je al met dokter gepraat? Je weet, hij zal niet daarvan hou als je jezelf zo ontslaan nie. Ik zal hem bel. Hier ga ik niet gezond worden. Nie. Bibliotheek. Mevrouw Vermeulen, alsjeblieft. Ik is jammer, ze is reeds weg voor die naweek aan City. Dank je. Ik voel me schuldig voor Kleine Henry. Je zin is al mooi groot. Je kan hem niet voor eeuwig verzorgen. Maar ik heb hem 3 weken laas uitgevat voor een naweek, vriend. En Marina Santara. Ik moet bij haar uitkomen. Zij zal verstaan. Ik heb dat nog niet verteld van ons twee. Ik weet niet hoe ze reageren. Kom, ze hebben problemen. Ik is een advocaat. Zij was meteen getrouwd. Ja, dat is dan niet waar het gaat. Nie. Je kent die geschiedenis. Maar Reina is bezittelijk voor mij. En als ze moet weten, ik verwaarloos voor kleine Henry.
Kleine Henry is niet meer zo klein. Hij zal een of andere tijd moeten leren om op zijn eigen voeten te staan. Ek en jy gaan mekaar nie vind hoor hom. So kom ons los dit. Jy hou nie van kinders, nie eers van jou eie. En ek het 'n plig teenoor myne. Ek vra nie dat jy van vir Henry moet lief wees nie. Ek weet hoe jy oor hom voel. Maar probeer hom net aanvaar. Reina! Ah, oh, wat is wonderlijk om jou terug te hebben. Wacht dan, goeie kind. Dat is een wedding. Is jy voorgoed terug bij ons? Kom ons gaan. Ek wou al 'n uur gelede vir my 'n bietjie rooi gaan skink. Maar toe is ek 'n bietjie gewaar oor die alleen drinkery. Maar nou as jy mos my verskoning, gaan jy ietsie saam met my gebruik. Dankie, dit sal lekker wees. Ek drink al die afgelope 3 maande op jou. Elke keer as ek aan jou dink. Dankie, Alfredat. Wat gaan jy nou maak, Marina? Ek weet nie, ek sal nog sien. Wat sê jy? Ek hoor jy het groot probleme. Geldelike probleme. Ek het niks gehad toe ek met Neo getroud is nie, Antidot. Nou het ek weer niks. Is amper 'n verligting. Ek sal in elk geval nooit weer in haar huis woon nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe kan 'n mens net sommer so skielik alles verloor? Dis seker maar die ou storie van die werktuigkundige met 'n stuk in 'n kar, die loodgieter met lekkende krane. Niels se persoonlike sake was chaoties. Hy het nooit daarby uitgekom nie. Die huisverband was nie verseker nie, die meubels is nie afbetaal nie, die karre, alles dieselfde storie. En maak jy niks aan nie. Ek drink op jou. Je is welkom om weer hier te komen. Dank je. Weet dat ik iemand anders wegkom? Iemand anders? Nee, je blijft niet hier bij mij. Ik ga misschien weg uit die stad uit. Waarna zou jij dan toch nog gaan? Je hebt een goede werk hier. Jouw vrienden is hier. Jouw ma, klein Henry. Een mens moet niet weggaan van die mensen wat jou lief het jou kind. Is jij nou all right, Marina? Ik denk zo. Ik denk je moet zo gauw als moeilijk bij die werk terugkomen. Ik denk je het nog genoeg tijd gehad om te toppen voor al die dingen wat met jou gebeurd het. En buitendien, zoals mijn oma altijd gezegd, ledigheid is die duivelse oorkas. Die courant heeft me afgedank. Afgedank? Wanneer? Gerber het mij vanochtend kom zeggen. Werk is zo skaars die dag. Ik weet. Maar hoe kan hij jou zomaar niet zo afdank? Hij moest geweten waar die probleem was. Hij kon niet zo lang voor mij wachten, nie, Antidot. Heb je gepraat met Gerber? Kan je redacteur niet voor jou helpen? Ik heb niet die kracht om met hulle te redeneren. Karen.
wat brengt jou hier naartoe? Ga antidoot mij niet innooi, nie? Nee, ik denk niet dat het een goede idee is, maar Reina is hier bij mij. Ik weet, ik wil met haar praten. Nee, ik denk niet dat het een goede idee is. Ik heb niks om weg te steken, nie. Gaan antidoot mij nou innooi of niet? Wat jij gekomen hebt om voor mij te zeggen, kan je voor mij niet hier zien. Hallo, Karen. Hallo. Nou ja, die is nu hier, die kan niet zo wel zitten. Ik ben blij dat je in het hospitaal bent. Zo, het gaat zeker goed met jou. En met jou? Goed, baie goed. Je ziet ons in die tijdschriften, ik zie al. Ja, ik zie. En jij? Is jouw oor Nielse dood? Ja. Wel, een mens kan even eeuwig treuren, nie, die leven moet afgaan. Kijk hier, Karen, het ons nou liever niet doekjes omdraaien. Ik denk niet, ik of Marina het veel voor jou te zien. Ik weet rechtig niet wat kom zoeken hier niet. Maar moet je dat dit jou keer om jouw wijn te genieten? Hoekom is Andy doodskielik so vijandig met my? Ek liever kamer toe loop voor ek 'n ding sê waaroor ek klagte spuit het. Wat ek eintlik kom sê het is... Ek is verskriklik jammer oor wat tussen my en jou gebeur het. Dit is verby, Karen. Neil is dood. Niks wat ons twee kan sê of doen kan hom weer terugbring nie. Maar als ik ooit een keuze gehad heb, dan heb ik hem liever levend bij jou gezien als dood in zijn graf. Hij was nooit lief voor mij, nie. En er was niks tussen ons, nie. Ik weet het nou. Ik wens ik het geweten toen ik de laatste keer met hem gepraat heb. Hij is in zijn graf en voordat hij geweten dat ik de waarheid uitgevind. Niet goed met mij niet. Maar kom niet. Allemaal neem mij kwalijk van Niels dood. Hulle... Dina praat nou van maanden lang niet met mij niet. Maar ik zie omtrent nooit mijn ouders niet. Het moet goed voelen om zoveel vrienden te hebben. Ik kan je niet helpen, Karen. Je daarvoor gesoek. Dit gaan... Ek het baie werk. Ek maak baie geld, maar... dit is ook een leen. Ek het... Die agentskap het my laat gaan. Ek het een verskrikkelijke vet met hulle gehad. En die andere agentskap het van my ook nie, nie. En universiteit? Ek het laat slap in laas jaar. Ek het gepluk. Maar hulle wil my nie terugkeer nie. Ek het regtig gedink het gaan goed met jou. Jy was altyd so... die blink een van ons drie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie eens waarom werk te gaan soek. Ek is opgeleid van niks nie. Antidoot! Hallo Dina. Hallo Marina. Ek het gehoor jy is uit. Ek het gedink ek sal jou hier kry. Hallo. Wat maak jy hier? Ek het ook vir Marina kom kuier. Ek dink dit is vermetel van jou. Om jou en haar te kom opdring. En dit na al die ongeluk wat jy oor haar gebring het. Tien, wacht nou. Karen het om verskoning kom vra. Verskoning kom vra? Kom sê, sy is jammer. En skielik is alles ongedaan gemaak. Jy is nie meer deel van hierdie vriendekring nie. So moenie maak of jy is nie.
En ik zie nou vir jou, so lang as wat ik leef, zal ik jou nooit vergeven voor wat jij aan Marina gedoen het nie. So loop nou, alsjeblieft, uit hier juist uit. Wacht nou. Nee, ik wacht niet. Denk jy nie dis vir Marina om te besluit met wie sy wil vriende wees nie? As Marina naïef genoeg is om jou pathetiese verskoning te aanvaar, dan is het haar saak. Sy was in elk geval nog altijd goed gelovig. En jij was nog altijd een skandalige bedrieger, wat niet geskroom het om aan te leven jouw beste vriendin se man nie. Is die laagste ding wat een mens kan doen, man. En hierdie is Antidotse huis. En ek sê nou sommer namens haar vir jou, jy sit nie weer jou voete hier nie. Loop nou, Tina, asseblief. Toe maar nie, wacht. Ek loop. Ek is nie so dik verder nie. Dis nuus. Dankie dat jy na my geluister het. Ek sal weer praat, Karin. Het gaan nie goed met Annie Dien. Karin is een slang, man. En moet nie dat sy jou met sapstories een gat in die kop probeer praat nie. Of het jy al klaar als vergeet wat sy aan jou gedoen het? Vergeet en vergewe is twee dinge dien. Dit mag wees. Maar sy kom nie weer hier nie. Welkom thuis. Wat heb je vandaag in jullie oerwoud geleerd, hè? Jij hebt gezien, jij geeft mij een pop. Ja. Ach, poppen is voor klein babiekies, is al mooi groot. Elke meisje wil een pop, hè. Dat is waar die fout maak. Elke man wil een pop, hè. Nou, goed vertel ik, Kelly. Mooi blij, hoor. Tot morgen. En om je gebedje op te zetten vanavond. Papa, het schat. Luister, Pop. Als ik wil, als mijn arm zo omkomt, zo, dan moet je kolf oplig, anders is je laat. Oké, okay. Kost de beer weer. Zeker. Goed, dus probeer nog een slag. Hou je oog op je wal, hoor. Azee! Yes! Nog een keer. Wat help het je leer, my cricket? Ek is toch maar net een meisie? Meisjes is wonderlijke goed. Elke man wil een hee. Buitendien is jy een groot as al meisjes in die springbokspan. Jy lieg van my. Hoekom sal ek vir jou lieg? Daar is vrouwen wat predikante is en eerste ministers en konings. En presidente? Nie so waaraan ek dadelijk kan dink. Jy sien, ek sê ons, hoekom speel ons nie liever tennis nie? Tennis is vir sissies, keerie kom. Daar's het! Hallo Gerber. Meneer Gerber, Dot Delport. Ek is een vriendin van Marina Du Plessis. Sy is vandaag uit Tara uitgekom en sy bly nou hier by my. Ja, mevrou. Meneer, ek weet, ek het geen reg om u te bel nie, maar Marina het my vertel, sy is door u afgedank. Meneer, ek is baie lief vir die kind. Is sy door een baie moeilike tyd gegaan. Om nou sommer so skielik sonder werk te sit. Ek is een slechte advokaat, meneer Gerber, maar wil u nie asseblief u besluit te heroorweeg nie. Sy het op hierdie oomblik hulp nodig. En ek weet, as sy net eers werk en sy is besig, dan sal sy vinnig regkom. Vergewe my dat ek my nie insteek in iets wat my nie aangaan nie, maar ek kan nie anders nie, meneer. Mevrou, ons het nie mal mense op redaksie nodig nie. Ach, hemel, meneer Gerber, die kind is nie mal nie. U het geen begrip van hoeveel sy die afgelopen tyd deurgemaak het nie. Ze is mal, ja. Mensen wat nu occulte die mekaar raak, is mal. Die occulte? Ja. Sy raadpleeg een waarzegster in Hofmansdal. Lekker is sulke mense in my lewe nodig. Sy sê die ou vrou moet haar gaan help as sy kan. Meneer, die vrou, sy is een vriendin uit Marina se skool daar. Dit is regtig nie wat u dink nie. Ek dink, dit is soos ek dink, mevrou. Meneer Gerber, kan ek u nie asseblief kom sien nie? Die kind se hele lewe is op die spel.
Is vandaag donderdag, ik is morgen af. Maandag dan? Mevrouw, is Marina rechtig zo belangstel naar werk, hoekom bel sy my nie? Actually, sy hoekom nie. Omdat sy nie die tyd omgee vir die koerant nie, dis hoekom. Dis nie die waarheid nie, meneer. Nou sê dan sy my kom sien, as sy belangstel. Dankie, meneer Gerber, ek sal haar sê. En ek waarborg u, u sal nie jammer wees nie. Tot ziens, mevrouw. Wat is dit, Adam? Skoktherapie. Wat sê jy? Ek sê skoktaktiek help altyd in gevalle van regressiewe depressie. O, ja, Lydia. Is Karen weg? Ja, want dit weet kan ek dalk môre jou kar leen. Natuurlik, my hart. Waarin gaan jy? Hofmansdal toe, ek met 'n paar goedjies uit die stoor gaan haal. Hofmansdal, hoekom? Ek moet iemand na gaan sien. Die waarzegster. Ik zal zeker daar voorbij gaan. Het die verdomde vrouw jou nou nog niet genoeg ellende in jou lieve veroorzaak? Hoe kom los jaar niet uit nie? Sy het my 'n dozijn keer bij die courant probeer bij antidot en ik kan haar niet terugbel nie, want haar foon is afgesny. Nou raai jy achter haar bas aan. Is niet net dit nie. Ek wil 'n paar ander mense ook gaan sien. Karen se male. Gerber wil hê jy moet hom kom sien. Waar het jy met hom gepraat? Oor die foon, hy het gebel. Hoe het hy geweet ek's hier? Vra hom as jy hom sien. Wat wil hy? Hy wil met jou praat oor jou afdanking. As hy my wil sien, kan hy hierna toe kom. Ag man, moenie so dwars wees nie. Daar wil hy jou pos vir jou teruggee, of wie weet. Moenie vir my kwaad word nie. Maar ek is kwaad vir jou, man. Jy maak my so woedend as jy so mors met jou lewe. Vir 6 jaar al bevoeter hierdie waarsegster vrou jou, en nou wil jy so waar as wring die teruggaan, dat sy nog 'n keer in jou siel rondkrap. Leer jy dan nooit? Ek wil net hoor wat sy vir my wil sê, Antie. Wat is al? Nee, jy bluf jouself. Die vrou se voorspellings het jou geloof in die lewe geword. Jy het die deure van jou siel vir haar oopgemaak en haar ingenooi. En nou sit jy met 'n parasiet wat jou liewe regeer. Marina, die Here het 'n goeie rede hoekom hy nie vir ons die toekoms vertel nie. 'N baie goeie rede. Maar jy dink jy weet beter. En jy dink sy kan jou help om die ongeluk hok te slaan, maar sy kan nie. En buitendien, van wanneer af is die hele wêreld se ongeluk jou skuld? Is Werner se dood miskien jou skuld? Of Teens van der Walsen of Dekker Hattingsen? Was Niel se dood jou skuld? En jy weet mos dit is nie so nie. Hulle het hulle eie ongeluk met hulle saamgedra. As jy skuld het, is dit bloed dat jy sulke mense na jou toe aantrek. Die kers kan mos nie help as die motte al in sy vlamme invoeter nie. Dit is die wêreld, Marina. Dit is die wet van die natuur. Sy wil my sien en ek wil hoor wat sy sê. Nou doen dit dan, want jy kom klaar nooit weer by my oor haar nie. Verstaan jy?
kan ik helpen? Ik is Marijne McDonald. Ik is op zoek naar mevrouw Gonzalves. Mevrouw Gonzalves is laatst naweek dood, Arkie. Weet jy gesê, wat is jouw naam nou weer? Marijne McDonald. O ja. Jij is die een van wie sy so aanhoudend gepraat het. Die donker een. Sy het gesê, sy moet jou zien. Dat is iets wat jy moet weet. Iets verschrikkelijk belangrijks. Maar sy het my nie gesê wat nie. Nou sy jy nooit weet wat sy jou wil vertel nie.